Dit zijn opgaven staatsexamen NT2, programma 1 Spreken. De opdrachten zijn openbaar gemaakt op de officiële website van het staatsexamen NT2. U ziet en hoort eerst de opgave. Daarna geeft u antwoord en vervolgens hoort en ziet u na elke opgave een voorbeeld van een goed antwoord. Succes met oefenen! Nieuw gebouw. U werkt bij een groot bedrijf. Het bedrijf is verhuisd naar een nieuw gebouw. Uw collega was vandaag niet aanwezig bij de opening van het nieuwe gebouw. U belt 's avonds met uw collega. Uw collega vraagt hoe het nieuwe gebouw eruit ziet. Kijk naar de plaatjes. Beschrijf hoe het nieuwe gebouw eruit ziet. Gebruik hierbij alle plaatjes. U hoort eerst uw collega. Hé, je was vandaag in het nieuwe gebouw. Hoe ziet het eruit? Ja, mooi. Er zijn veel mooie grote planten. Er zijn nieuwe printers. En er zijn goede koffiemachines. Nieuw rooster. U volgt een opleiding. U hebt een nieuw lesrooster gekregen. U hebt soms 's ochtends les, soms 's middags en soms 's avonds. Uw medestudent vraagt wat u fijner vindt, 's morgens, 's middags of 's avonds les. Vertel wat u het fijnst vindt. Vertel ook waarom u dat vindt. U hoort eerst uw medestudent. We hebben 's morgens, 's middags en 's avonds les. Wat vind jij het fijnst? Ik vind de les in de ochtend het fijnst. Dan ben ik fit. En ik kan in de middag andere dingen doen. Nieuwe auto. U wilt een nieuwe auto kopen. U praat met een autoverkoper. Hij wil weten wat u belangrijk vindt bij een nieuwe auto. Vertel wat u belangrijk vindt. Noem 3 dingen. U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Luister daarna naar de verkoper en reageer. Wat vindt u belangrijk bij een auto? Ik vind de kleur belangrijk. Ik vind de prijs belangrijk. En de auto moet elektrisch zijn. Nieuwe buurvrouw. U hebt een nieuwe buurvrouw. Zij komt uit Zuid-Amerika. Ze spreekt nog niet goed Nederlands. Ze vraagt hoe zij het snelst Nederlands kan leren. Vertel uw buurvrouw hoe ze volgens u het snelst Nederlands kan leren. Geef 2 adviezen. U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Begin na de pieptoon met spreken. Je kunt studeren met de boeken van Ad Appel en Kirsten Verpalen. En je kunt een cursus doen bij Ad Appel taaltrainingen. Nieuwe collega in pizzeria. U werkt in een Italiaans restaurant. Het restaurant verkoopt veel pizza's. Vandaag is er een nieuwe collega. De collega vraagt hoe hij de pizza's moet bereiden. Kijk naar de plaatjes. Vertel uw collega wat hij moet doen. Gebruik daarbij alle plaatjes. U hoort eerst uw collega. Wat moet ik allemaal doen? Je moet tomatensaus en groenten op de pizzabodem doen. Dan moet je de pizza in de oven doen. En dan moet je de pizza in stukken snijden. Nieuwe medewerker. U werkt op een kantoor, op kamer 1.53.
Vanaf vandaag zit er een nieuwe medewerker bij u op de kamer. Zij vraagt waar de kopieermachine staat. Kijk naar het plaatje. Luister naar de nieuwe medewerker en geef antwoord. Kun je mij uitleggen waar de kopieermachine staat? Ja hoor. Op de gang rechtsaf en dan weer naar rechts. En aan het eind staat de kopieermachine in een klein kamertje. Nieuwe printer op kantoor. U werkt op een kantoor. Het kantoor heeft een nieuwe printer nodig. Uw baas denkt dat de PrintSmart de beste keuze is. U denkt dat de CoolPrint beter zou zijn. Uw baas vraagt waarom de CoolPrint beter zou zijn. Bekijk het schema. PrintSmart, €1100. Kosten stroom, €10 per maand, zwart-wit. CoolPrint, €1400. Kosten stroom, €5 per maand. Kleur. Overtuig uw baas ervan dat de CoolPrint een betere printer voor het kantoor is. Geef 2 argumenten. U hoort eerst uw baas. Waarom is de CoolPrint een betere printer voor ons kantoor? CoolPrint is beter, ja. De printer print in kleur en CoolPrint gebruikt minder stroom. Nieuwe supermarktmedewerker. U werkt in een supermarkt. Vandaag moeten we aan een nieuwe medewerker uitleggen wat hij moet doen. Kijk naar de plaatjes. Vertel de nieuwe medewerker wat hij moet doen. Luister naar de jongen en reageer. Nou, dan zal ik maar beginnen. Wat moet ik vandaag doen? Luister, je moet eerst vakken vullen. Dan moet je helpen bij de kaasafdeling. En daarna moet je bij de kassa helpen. Nieuwe televisie. U wilt een nieuwe televisie kopen. U praat met de verkoper van de winkel. Hij wil weten wat u belangrijk vindt bij een nieuwe televisie. Vertel wat u belangrijk vindt. Noem 2 dingen. U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Luister daarna naar de verkoper en reageer. Wat vindt u belangrijk bij een televisie? Tja, de televisie moet groot zijn en de televisie moet niet zo duur zijn. Nieuwe tuin. U woont in een flat. Uw buurman wil graag een gezamenlijke tuin maken. De tuin is dan voor alle flatbewoners. Hij vraagt wat u van dat idee vindt. Vertel uw buurman wat u van het idee vindt. Vertel ook waarom u dat vindt. U hoort eerst uw buurman. Het lijkt mij leuk om 1 tuin te maken voor alle flatbewoners. Wat vind jij daarvan? Heel goed idee. Onze buurt heeft nu te weinig groen. Dat moet anders. OV-abonnement. U gaat binnenkort studeren. Als student mag u een deel van de week gratis met het openbaar vervoer reizen. U kunt kiezen tussen gratis reizen op werkdagen of gratis reizen in het weekend. Uw vriend vraagt wat u gaat kiezen. Vertel uw vriend waarvoor u gaat kiezen. Gratis reizen op werkdagen of gratis reizen in het weekend. Vertel ook waarom u daarvoor kiest. U hoort eerst uw vriend. Waar ga jij voor kiezen? Gratis reizen op werkdagen of gratis reizen in het weekend? Ik kies voor gratis reizen in het weekend. Ik wil elk weekend met de trein naar mijn ouders. Onderwijsassistent. U volgt de opleiding tot onderwijsassistent. U loopt stage op een basisschool.
Uw stagebegeleider vraagt wat u vandaag hebt gedaan. Kijk naar de plaatjes. Vertel uw stagebegeleider wat u hebt gedaan. Gebruik hierbij alle plaatjes. Luister eerst naar uw stagebegeleider. Wat heb je vandaag allemaal gedaan? Ik heb geholpen bij de sportles. Ik heb boeken voorgelezen. En ik heb schriften gecontroleerd. De opgaven zijn afkomstig van de website staatsexamens.nt2.nl. Het auteursrecht ligt bij de Staat der Nederlanden. De voorbeelden van goede antwoorden zijn gemaakt door Ad Appel Taaltrainingen. Veel succes met het echte examen!